Bart, alleen nog maar Nederlandse en Russische volksliederen eigenlijk dit weekend. Was jij er een beetje klaar mee? Goh, ik had toevallig vandaag gezien de medaillestand en zag ik inderdaad dat voor vandaag het 4-4 of zo was bij Rusland-Nederland. En ja, ergens stiekem denk je dan van even, ja, het zou mooi zijn als België daartussen komt te staan, maar dat dan ook lukt, ja, dat is wel super tof. Jij gaat hier de Mastart in alleen. Je rijdt tegen een sterke Nederlandse en een Russische ploeg. Hoe bereid je je dan eigenlijk voor? Goh, ja, ik ben het wel gewoon om alleen die massastart in te gaan. We hebben jammer genoeg nog geen sterk team op de massastart, maar ik denk dat dat voor de toekomst wel in de maak is. En nu weet ik gewoon, ja, ik moet die twee ploegen in het oog houden. En op de juiste momenten was ik mee met Bergsma en dan op het ideale moment was ik mee met Semerikov, de Rus. Dus ik heb eigenlijk wel gebruik van hen kunnen maken en het was een goede wedstrijd voor mij. En ik denk dat ik die tactisch goed heb uitgevoerd. Dit weekend ging het eigenlijk nog niet heel denderend. Waar hou je dit dan eigenlijk vandaan? Goh, ja, ik weet dat ik op de massastart altijd wel kans maak. En zelfs als de andere wedstrijden nog niet top zijn geweest, kan ik ook wel iets speciaals in die massastart. Maar ik denk dat het toch ook een beetje een vertekend beeld was, de resultaten dan. Ik denk, op de 1500 meter zat ik er snel door. Ik denk vanaf de trainingsarbeid. Maar toen toonde ik al van, ja, ik heb een goede snelheid. 26-0 voor mijn eerste rondje is perfect. En dan de 5 kilometer was de eerste helft heel goed. Maar dan brak ik een beetje en was het schaatsen niet echt meer schaatsen. Dus ik moest gewoon echt de positieve dingen onthouden. En met die dingen kon ik zeker een goede massastart neerzetten. En dan is de eerste titel binnen. Eerste titel, is echt wel mooi. Ik heb er verschillen op het inlineskaten, maar nu ook op het ijs, dus ja, dat is super. Is dat dan iets waar je al lang mee bezig bent? Van waar blijft die of kijk je er naar uit? Goh, ja, ik kijk er zeker naar uit. Vorig jaar dacht ik dat ik er heel dichtbij was, maar jammer genoeg viel ik in de laatste ronde. En op dat vlak is dit wel een soort van revanche en doet dat wel deugd. Ja, dan komt het WK eraan. Hoe kijk je daar nu naar? Daar staat natuurlijk ook weer een Mastart op het programma. Daar staat een heel belangrijke massastart voor mij op het programma. En, ik denk dat ik zeker kan meedoen voor de overwinning daar, voor het podium. Maar ik ben zeker niet de enigste. En, in een massastart kan veel gebeuren. Koreanen en Joey Mantilla zijn heel snel. Dus ik zal daar ook gewoon een tactisch perfecte rit moeten neerzetten om mee te kunnen doen. En als dat lukt, dan zien we wat het wordt.